Welkom allemaal. Dit is het Weeshuis van de Nederlandse muziek. Ik ben David Dram. En hier in het muziekgebouw aan het IJ, online als webcast en op de radio maken we iets bijzonders mee. De allereerste editie van het Weeshuis. Maar vanavond beginnen we eigenlijk in 1981. En luisteren naar de stem van Don Hartsauker en de stem van een bijzondere en geliefde componist. Paul Termos, zijn strijkkwartet zou vanmiddag gaan door het Mondriaan kwartet, die ook een stuk van Gusjansen uitvoeren. Maar Paul Termos zei over dat stuk, wat dat net klaar was, het bevalt mij niet in deze vorm. Ik vind het zelf geen goed stuk, daarom wil ik het niet uitgevoerd hebben vanmiddag. Dat is natuurlijk een opvatting van de componist die je sowieso moet respecteren. Ik heb toen aan Paul Termos gevraagd of hij geen ander stuk beschikbaar had. En dat is het stuk dat u vanmiddag hoort. Een stuk voor twee basklarinetten, Harry Sparnaai en Arjan Kappers. Dat eigenlijk, dat mag ik er wel bij zeggen, speciaal voor vandaag nog in allerijl in een paar dagen door hen is ingestudeerd. Waarvoor mijn dank namens dit programma. Het stuk van Paul Termos, dat heeft een titel waar ik, toen ik het hoorde, wel bij in de lach schoot. Buste voor twee basklarinetten. Paul Termos staat nu naast mij en ik vraag hem allereerst, Paul, iedereen is natuurlijk benieuwd hoe je aan zo'n titel komt. Omdat ik hem erg mooi vond klinken op de eerste plaats. En het is afgeleid van een vorig stuk. Het materiaal van het stuk is afgeleid van een stuk wat ik hiervoor heb gemaakt, voor dit stuk heb gemaakt. Dat heette Borstbeeld. En ja, hoe kom ik eraan? Ik houd van excentrieke titels. Dat is de eerste plaats. En tweede, ik kwam op het idee dat in Utrecht een keer een borstbeeld van Peter Schat werd onthuld. En het klonk goed, borstbeeld voor 14 blazers. En het is vandaar buste voor twee basklarinetten. Ja, verder kan ik zeggen dat ik in tegenstelling tot Jan Vriend juist mijn klankenuniversum zoveel mogelijk wil beperken als componist. Omdat ik vind dat in bepaalde stromen in de geïmproviseerde muziek een wijd klankuniversum veel efficiënter kan worden gehanteerd en veel verdergaand dan ooit in componeren mogelijk zal zijn. Of is, tot nu toe in ieder geval. Tijd tekort om hierover te gaan discussiëren. Bedankt Paul Termos. Hier komt van Paul Termos Buste voor twee basklarinetten. Thank you.
And yes, a Faber. Erg leuk. Als het Matangi strijkkwartet hun plaats nemen, vertel ik graag over wat we vanavond gaan allemaal meemaken. We zijn begonnen met een radio-uitzending uit 1981. Waarin drie boeiende dingen gebeurden. En ik ga twee van die dingen nu verklappen.
Er werd verteld dat een uitvoering van een strijkkwartet niet doorgaat, omdat de componist niet tevreden met zijn stuk is. In plaats van dat strijkkwartet werd Buste gespeeld, wat we hebben net gehoord. Maar dat strijkkwartet, daar was iets anders aan de hand. Het moest nog 6 jaar wachten voor zijn première. Het stuk werd pas in 87 gespeeld en beide stukken horen we vanavond. Vanavond in het Weeshuis staat de muziek van Paul Termos centraal. En over Paul Termos, de man en zijn muziek, meer, nog veel meer, later. Maar eerst over het programma voor vanavond zelf. Want het Weeshuis wijkt af van normale concerten. Het duurt maar een uurtje. Wij nemen 2 stukken uit het schatkist van de Nederlandse muziek. En wij voeren ze 2 keer uit. En tussendoor houden we een kleine discussie met bijzondere gasten. Vanavond Goes Janssen en Saskia Thornquist. En omdat dit onze eerste editie is van het Weeshuis en muziekgebouw bestaat 10 jaar, dan hebben we onze eerste uitzending hier in het muziekgebouw. Maar vanaf volgende maand hebben we iedere maand in Splendor in Nieuwe Weeshuis in samenwerking met VPRO en Vrije Geluiden. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik stel jullie graag voor aan het Matangi strijkkwartet. Eerste strijkkwartet van Paul Termos. Thank you.
Het Matangi strijkquartet. Dank jullie wel. En wij zien jullie ook straks voor de tweede keer. Mag ik jullie uitnodigen? Dames en heren, Saskia Thornquist en Groes Janssen. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Saskia, je bent muzikoloog, journalist, een beetje jack of all trades in de hedendaagse klassiek, toch? En Goes, componist. We hebben elkaar ook al lang heel gekend. Maar Saskia, kan jij even vertellen, wat heb je voor het eerst meegemaakt? Paul Termos, de man of de muziek? Jeetje, volgens mij was het de muziek. En het zou heel goed wel eens dit strijkkwartet kunnen zijn geweest. Ik werkte bij Donemus lang in het geluidsarchief. En dan moest ik om 8:30 ochtends beginnen met radioopnames doorluisteren. Dus veel Jan Vriend op je nuchtere maag. Ja. Jan van Vlijmen. en dan kwam er zo'n stuk voorbij. En daar werd ik heel vrolijk van. Heel, heel blij en energiek. Ja. Volgens mij begon het met zijn muziek. En ja, kijk, bij zijn uitgeverij, dan komen die componisten vanzelf wel langs wandelen. Ja. Dus, maar ik weet het eerlijk gezegd niet meer helemaal. Ja. Het zal een beetje gelijk op zijn gegaan. Ja. 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 Straks gaan we naar een partituur van Paul in zijn eigen hand bekijken. Dus dat komt wel goed uit. Goes, en voor jou? Dat was de man. Want dat was de eerste dag dat ik in 1970 naar het conservatorium ging in Amsterdam om compositie te studeren. En ik herinner me nog goed dat ik de drempel van het gebouw overging, van de voordeur. En dat er een ongelooflijk enthousiaste jongen naast mij kwam lopen. En die, ja, jij gaat compositie studeren. Het was een soort enthousiasme. Hij ging zelf gitaar studeren, maar hij wilde eigenlijk ook compositie. En het was een enthousiasme wat nooit meer gestopt is. Ja, totdat hij dood ging zo'n beetje. Dus dat in 2003. En dus dat was waanzinnig. We hebben alles samen, die hele opleiding samen gedaan. Hij was een hele goede vriend. En was ook, ja, we waren mekaars geweten volgens mij ook zo'n beetje. Hij deed allemaal dingen die ik niet durfde. En hij wilde graag dingen doen die ik kon. Technisch gezien. En daar was hij dan weer, ja, hij was wat krukkiger wat dat betreft. Maar dat is precies wat er geniaal is aan zijn muziek. Ja. Dus waar ik ook jaloers op was. Ja, hij was geweldig. Ik moet even zeggen, die uitvoering vond ik, wat ik dacht is, van het is zo jammer dat Paul er niet bij is. Ja. Ja. Je had dit moeten horen. Ja. Want die ja. stukken zijn dus eigenlijk nooit zo gespeeld. Dus veel dank aan de muzici voor een geweldige prestatie. Vind ik ook. Helemaal. Er is natuurlijk een heleboel zaken, het is een bijzonder en merkwaardig aan Paul. Maar één is, ik heb zijn muziek live heel vaak meegemaakt. En ook bij zijn eigen groepen. Tentet bijvoorbeeld heb ik een keer in Stedelijk gezien. Het zijn geïmproviseerde muziek bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, en hij was een begaafde saxofonist. Schreef voor zijn eigen groepen. En dat was speels, erg geestig. En tamelijk wild, met een uitgebreide klankwereld. Ik bedoel, alle klanken wat je zou kunnen bedenken, kon hij in zijn muziek stoppen. En dan kom je met zo'n stuk tegen. Weet je, monumentaal, met een heel bescheiden klankwereld. En dat vind ik echt tamelijk uniek eigenlijk. Hoe staat dat in elkaar? Nou, voor hem waren dat twee, waren dat wel echt gescheiden werelden, ja. Maar ik moet erbij zeggen, zoals je het nu beschrijft, wat ik me herinner van die groepen van hem, wat er aan gecomponeerd was, had in zeker, zie je ook in die partituurtjes die er nog steeds zijn, dat het eigenlijk dezelfde strengheid had als deze stukken. Ja. En hij had ook een benadering bij het repeteren, dat leek een beetje op wat in popmuziek productie heet. Dus dat wil zeggen dat je, op een gegeven moment moet het een tikje op een bepaalde plek zijn van de drummer. En daar was hij heel secuur in. Hij streefde echt wel iets na.
wat hij echt zelf in zijn hoofd had. Maar vervolgens werd dat ook totaal onderuit gehaald als hij dus ging improviseren zelf. Ja. En dat bedoel jij met die wildheid. Dat was natuurlijk. Ja, ik heb met hem ook krankzinnige slappe lach gehad. Ik bedoel, dat had daarmee te maken ook. Ja. Totale idiotie. Dat zit in dat buste vooral ook. Hè. Dus, het is zo intens genieten als je dat stuk hoort. Dus dat monumentale, maar tegelijk het totaal belachelijke. Dus dat gaat helemaal samen. Ja. Terwijl dat in feite onverenigbare werelden zijn. Ja. Of beelden. Ja. Dus, ja, ik vind het ook dat wat je net zei, of wat hij zei over het borstbeeld van Peter Schat. In dat interviewtje, daar zit het helemaal in. Dat is totaal idiotie. Ja. De radio-uitzending van 81 is fascinerend. En hij praat eigenlijk best wel vaak over andere componisten. Peter Schat komt te worden, Jan Vriend. Wat ik ook zo grappig vind, is dat hij dus totaal uit het niets, het is radio-uitzending. Dus die is net gestart door Ton Hartsuiker. Dan begint hij over Jan Vriend. Ja. Terwijl waarschijnlijk weten we meer dan de helft van het luisterende publiek. Wie is Jan Vriend, weet je wel? Maar kennelijk staat ook een stuk van hem in de uitzending, geloof ik. Maar dus het is wel logisch, maar. Maar met Paul had je ook altijd dat het gesprek gewoon. Het ging gewoon door. Weet je wel? Dus ook als je hem een jaar niet zag, dan ging paf. Dus ook dit soort dingen over Jan Vriend en noem maar op. Dat, ja, ik heb hem ook al net genoemd, Jan Vriend. Maar goed, het is omdat het zo'n antipode is eigenlijk. Hè? Een componist van waanzinnig complexe, dichte texturen. Ja. Vandaar. Ja. Maar ik vind het wel leuk om aanvullend op wat jij zegt, nog even te zeggen. Dat Paul in een later interview wat hij met mij had, hadden we het over het componeren. En toen zei hij, componeren is voor mij een vorm van heel langzaam improviseren. Ja. Dus daar zit weer de improvisator in de componist. En je hebt het over de componist in de improvisator. Dus die twee werelden waren echt heel erg. Nou, wat je ook hoort wat je in het stuk ook heel erg hoort, dat vind ik ook zo mooi eraan. Het wordt gedacht. Ja. Je hoort het stuk bedacht worden, terwijl het tegelijkertijd waanzinnig opwindend is. Dus dat is niet met veel muziek het geval. En daarin lijkt het ook, want het gaat op een gegeven moment ook over. Hij was beïnvloed door heel erg door Carl Philipp Emanuel Bach, de zoon van Bach. Weet je, de uitvinder van de sonaten. En dat is ook muziek, daar zit datzelfde in. Hè? Dus die muziek die bedenkt zichzelf. Dingen worden hernomen. Er zitten alle mogelijke ontwikkelingen in, die los van elkaar in blokken. Dat hoor je bij het strijkkwartet extreem ook. Ja. Dan herneemt hij weer iets. En oh ja, weet je wel, dat is in die zin heeft het ook. Want zo improviseer je eigenlijk ook. Dan zit je ook. Je snijdt iets aan en dan. Ja, die ontwikkeling, weet je wel, van je gedachten. Ja. En Saskia, het worstelen, gaat dat te ver? Als je zoiets noemt als een karakteristiek van het dat je hoort echt een componist aan het worstelen? Of is het een karakteristiek van de componist of van de man? Van de muziek, ja. Oh, ja. Ja. Ik weet wel dat hij heel lang aan zijn stukken werkte. En zoals ik hem kende als mens, was het ook iemand die enorm zichzelf onderuit kon halen. Dus dan had hij een heel boude stelling en die kon hij dan ook weer met heel veel enthousiasme onderuit halen om dan aan het eind van een rit dan toch zichzelf weer gelijk te geven. Yeah. Dat vond ik een hele leuke karakteristiek van hem. Dat hij zo kon spelen met theses en antitheses en ook open stond voor ideeën van anderen. Yeah. Ja. Ik wil jullie graag iets leuks laten zien. En jullie ook. Oh, dan hebben we eigenlijk wel. Oh. Dat was handschrift. Ik heb het van tevoren gezien, voordat jullie binnenkwamen. Ja. Heel jammer. Het handschrift van Buste. Maar ik vind het wel volgens mij. Dus ik. Ja. Ga even kijken. Ah, daar is die. Daar is het. Ja. Ja. Gelukt. Dat is ook een worsteling. Gelukkig. Dit is dus de handschrift van Paul Termos. En eigenlijk wil ik. Ja, volgens mij zit het net. dus hij componeerde. En hij, wat ik me ook herinner van hem is dat hij. Ja, wat je toen nog heel erg had. Kijk, tegenwoordig zitten mensen met copy-paste en
zitten ze in laptops het allemaal te rommelen. Maar bij hem was het nog zo dat hij gewoon zo'n stuk werd helemaal opnieuw opgeschreven weer. Ja. En dat ging maar door. En uiteindelijk dan moest het in het net geschreven en dat was dan dit. Ja. Dus hier zitten ook heel veel lineaal-achtige, maar ook weer niet. Je ziet heel veel dingen die zijn met langs een lineaaltje getrokken. Hij had een hele gespannen motoriek. Dus hij, zoals hij gitaar speelde, dat was ook, zat ook een soort kramp zat er ook in. En dat zie je bijvoorbeeld zoals het woordje attaka is opgeschreven. En ook alle kruisen, die hebben iets van het zijn gebeiteld eigenlijk. Ja, ja. Het is verzorgd, maar je ziet ook meteen dat het niet van een beroepskopiist is. Het is daar veel te eigenzinnig voor. En wat ik vooral heel merkwaardig vind, is dat hij gebruikt de ruimte op het begin om de architectuur van de muziek te laten zien. In gedrukte muziek, als je kijkt bijvoorbeeld naar die tweede maat helemaal boven, dan heb je in de reeks korte noten, snelle noten en dan die lange noten. En in gedrukte muziek zou dat maatstreep echt meteen na de lange noot komen, ja. Want dat is verspilling van de ruimte. Dat heb je helemaal niet nodig. Nee. En hij doet dat heel consequent. Dus eigenlijk, hij zorgt dat het klinkt zoals het eruit ziet, of andersom, dat het eruit ziet zoals het klinkt. Ja. Je ziet eigenlijk het architectuur van de muziek in maar de notatie. Dat zei hij ook, hè, over zijn eigen muziek, dat hij daar hele scherpe visuele prikkels bij had. Ja. Dat hij het bijna kon zien. Ja. Wat me ook opvalt, is daaronder, helemaal links, heb je ook de driekwartsmaat en heb je in de reeks articulaties van die accenten met een staccato. Nou, dat is een muzieksymbool wat staat voor kort maar krachtig. Maar het ziet juist als een vraagteken uit, heel speels. En dat vind ik een heel mooie tegenstelling, dat je zo'n bondig, kort maar krachtig articulatie als een vraagteken doet. Ja. Wat ook. Ik zie bijvoorbeeld dat nuchtere gebruik van ruimte. Als deel 2 begint bij de meeste componisten, dan krijg je een nieuwe bladzijde. Dat is bovenop op een nieuwe bladzijde. Maar hier is het gewoon hup, een heel vreemd. Daar hebben we het net voor de uitzending over gehad, Goes. Ja. Wat voor symbool dat is, net voor deel 2. Oh ja, in punt met een komma. Ja, punt komma, dat vind ik ook interessant. Heb ik zelf nog nooit, nou betekent. Heb ik eigenlijk nog nooit in een stuk gebruikt. En gezien zelfs. Ja, maar dat ga ik wel gebruiken. Dat vind ik heel mooi. En dan ook meteen door met deel 2. Misschien kunnen we Bart en Jesse vragen wat ze hebben daarvan van gebaken. Ja, maar je hoort, als je naar het stuk luistert, heb je niet het gevoel dat het een deel 2 is. Nee. Het gaat eigenlijk gewoon door. Ja. Ja. Het is net een iets ander materiaal. Terwijl het muzikaal toch wel anders is. Ja, ja. Ja. Nou ja, de beweging gaat in feite door. Ja. 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 Nee, ik vind het in combinatie van verzorgd, en, maar ook deels zie je ook met de G-sleutel toch een soort zenuwachtig-achtige handeling daar. Van, als dit maar goed komt. Nou ja, en wat ook interessant is natuurlijk, kijk, als je moet je misschien niet doen, maar als je het vergelijkt met het handschrift van Bach bijvoorbeeld. Ja, dat is dat golft maar door. Dan heb je die bijvoorbeeld die 16e noten, die streepjes daaronder. Bij Bach gaat dat gewoon, dus van het begin tot het eind is dat één soort golvende beweging. En hier is het, dit heeft wel de hoekigheid die ook in de muziek zit, die je ook hoort. Het is allemaal heel hoekig. Ja. Dat vind ik mooi eraan, ook om het zo te zien. Ja. En alles met een lineaaltje. Ja. En alles met een lineaaltje. Ja. 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 En wat natuurlijk dan, wat ik wel interessant vind, want het is hele strakke vormgegeven muziek als je het hoort. Maar wat ik zelf dan weer leuk vind, is dat die bolletjes. Dus je hebt die strepen van de. Hoe heet die dingen nou? De noot. Je hebt het. De stokken. De stokken. Ja. En de bolletjes. Nou, de bolletjes die lijken een beetje te zweven op die stokken. Sommige die hangen naar links en sommige die zitten. Die hangen naar rechts en sommige hangen erboven los. Ja. En dat vind ik dan wel weer mooi. Dat geeft toch een soort. Gevoeligheid, die wel ook in die muziek zit, trouwens, heel erg. Hoe hoekig die ook is. Het komt heel zeldzaam voor dat een notenkop komt echt gecentreerd op een stok.
De enige componist die dat echt consequent doet, is Beethoven. Dus misschien de monumentaal. Ja, ja. Toch een beetje van Beethoven geleend. Heel erg bedankt. En wij gaan door met de tweede uitvoering van het eerste strijkkwartet. Okay. Dank jullie wel. Ja. Thank you.
Thank you.
wonderlijke Matangi Quartet. We zijn bijna aan het eind van onze concert webcast. Straks live op VPRO wordt de volgende stuk uitgezonden. Dus we schakelen over nu naar live radio. Dat jullie het weten. Spannend. Maar ik wil jullie alvast bedanken voor je komst. Het is heel bijzonder om jullie hierbij te hebben. En dank aan de Matangi Strijkkwartet en aan Bart de Kater en Jesse Faber. Thank you.
Iedere maand in Splendor in Weeshuis in samenwerking met VPRO. Tot ziens. Tot ziens.